waar zet de gemeente Uithoorn zich de komende jaren voor in? En wat mogen inwoners en ondernemers verwachten? Wethouder Hoekstra neemt u mee door de ambities. De zaken die spelen in Uithoorn en de Kwakel, daar wil ik me voor inzetten. Ik ben Ferry Hoekstra, wethouder in deze gemeente. Een van de zaken waar ik me mee bezig hou is Schiphol. Zoals iedereen weet heeft onze gemeente de lusten van Schiphol als het gaat om de werkgelegenheid. Maar de laatste jaren ervaren we ook steeds meer overlast van Schiphol. Niet alleen als het gaat om de geluid, maar ook om de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Als portefeuillehouder probeer ik in alle overlegorganen die er zijn het standpunt van Uithoorn naar voren te brengen en de balans met betrekking tot onze leefomgeving weer enigszins recht te krijgen. Een andere portefeuille waar ik mee bezig hou is de portefeuille wonen. We zien dat er vanuit allerlei doelgroepen verschillende behoeften zijn. Die gaan we proberen in kaart te brengen door middel van een analyse waaruit een nieuwe woonvisie tot stand moet komen. In deze woonvisie zullen we dan vervolgens keuzes moeten gaan maken hoe we bijvoorbeeld omgaan met de bebouwde omgeving en of we daarvoor meer bijvoorbeeld de hoogte in willen. Duurzaamheid is een ander aspect waar ik mij de komende 4 jaren mee bezig ga houden. Daarom zal de komende jaren meer bewustwording worden ingezet vanuit de gemeente om ook inwoners mee te nemen in het verhaal van wat moeten we doen met afval om daar weer grondstoffen van te kunnen maken en hoe kunnen wij onze energiebehoeften op een dusdanige, duurzame manier inrichten zodat we ook nog comfortabel en prettig kunnen leven. Om al onze doelen te kunnen verwezenlijken, moeten we als gemeente financieel gezond blijven. Elk jaar hebben we een budget waarbij we doelmatig omgaan met de middelen om onze doelen te kunnen bereiken. Daarbij zijn we steeds op zoek naar een goede balans tussen investeren en besparen. Zoals u hoort, heeft de gemeente Uithoorn flinke ambities. Bent u benieuwd waar we de komende jaren aan werken? Bekijk dan het college uitvoeringsprogramma op de website uithoorn.nl. We nodigen u ook van harte uit om mee te denken en horen graag uw mening, vragen en wensen. Wij rekenen op u, want samen zijn we gemeente Uithoorn.